Weet jij wat een vette hap is, Tobias? Nee, dat weet ik niet. Een vette hap is vaak gefrituurd of gebakken eten zoals patat, hamburgers of hotdogs. We noemen het ook wel fastfood. Als je elke dag alleen vette happen zou eten, dan zou je heel ziek zijn nu. Je zou ziek zijn omdat er in een vette hap geen vitamines zitten. En jouw lichaam heeft veel vitamines nodig om te groeien en om gezond te zijn. In groenten zitten heel veel vitamines. Van vitamines krijg je ook veel energie. Dat heb je nodig om de hele dag te kunnen bewegen. Daarom is het zo belangrijk dat jij je groenten opeet, ook al vind je dat soms niet zo lekker. En als je genoeg vitamines binnenkrijgt, dan is het helemaal niet zo erg om eens een keer een lekkere vette hap te eten. Ik wil groot en sterk worden en vooral heel gezond. Ik zal vanaf nu veel vaker mijn groenten eten, want dan eet ik ook heel veel gezonde vitamines.